Beste mensen, ik heb een heel belangrijke mededeling te doen. Het was niet voor hem, het was voor de eenzaamheid. Dit is geen grap. Heb je de documentaire gezien? Ik heb de documentaire gezien. Ik vond dat een proeve in hypocrisie vanwege deze dames. Ten eerste, dat is opgenomen nog voor er een uitspraak was van het proces. Het ja, proces dat is waar. Was bezig. Dat staat ze erbij, hebben dan, hè? Zij hebben daar dames getoond, gelijk Mieke Maaike, Mieke Kafmeijer, sorry. Ze hebben Mieke Kafmeijer en de rechter heeft gezegd dat hij niks in de protocollen had. Daarvoor is hij vrijgesproken. Ik denk dat er 12 dames waren, daarvan zijn er 7 vrijgesproken. Waar komen die dan in een nee, bek nee, maar uw cijfers zijn fout. Het waren 13 vrouwen, 8 zijn geen slachtoffer. 5 zijn het wel. Voilà. Nog erger. Van de 5 slachtoffers komen er 2 in de documentaire. Maar die ander gelijk. Kapmeijer, de rechter heeft gezegd, je hebt hier niks te protocollen. En toch komt die haar een bek roeren. Dat is MeToo-hysterie. Een ranzige combinatie van penisnijd, van jaloezie, van aandachtzoekerij. Dat is de MeToo-hysterie. En zij hebben zij het slachtoffer gevonden. Ze hadden de keus tussen een Gert Verhulst en een Bart de Pauw. Maar Gert Verhulst, die durfden ze niet aanpakken, want dat is Studio 100. Die zou de beste advocaten erop gezet hebben. Advocaten. En deze dames zouden gebloeid hebben. Maar wat is er met Bart de Pauw gebeurd? Die leed aan het, of hij leidt er nog aan, het langlopend scenario-syndroom. LSS. Dat is iemand die dag en nacht bezig is met zijn verhalenkes. En dat eist zijn tol. Je wordt er manisch van. En als uitlaatklep begon hij te sms'en. Waar hij zich verontschuldigde, waar hij zijn eigen tegensprak. En dat bleef maar duren. En al die sms'en, die waren niet gevaarlijk op hun eigen. Maar door de hoeveelheid hebben ze gezegd, dat is stalking. En dan is hij veroordeeld. En eigenlijk het feit waarvoor hij veroordeeld is, is dat hem bij een meisje aan de deur is geweest. Lisa en dat hij aan de deur geklopt heeft. Maar ze heeft niet open gedaan en hij is weggegaan. En daarvoor kreeg hij 6 maanden voorwaardelijk. De tweede keer heeft de buurvrouw hem binnengelaten. De buurvrouw heeft hem binnengelaten, maar hij is bij dat meisje niet binnen geweest. Hè? Hij zat in de gang en hij stond aan de deur en hij klopte. Laat me binnen. Natuurlijk met zijn broek vol goesting. Dat zal een feit geweest zijn. Maar hij heeft dat maar 1 keer gedaan. 6 maanden voorwaardelijk. Als ze alle mensen die een keer op hun deuren die zeggen, laat me binnen, ik wil ik hier een beetje uit de broek gaan. Als ze die allemaal 6 maanden voorwaardelijk geven. En met zo'n proces, waar gaan we naartoe? Maar zo'n fout is geweest. Bart de Pauw, toen de hetze begon, had hij gewoon moeten zeggen, hé, hallo, waarvan word ik beschuldigd? Zoals nee, de Franse. Hij kruipt een beetje. Hè. Wie zei dat? Welke Fransman zei dat? Dat was Mitterrand, hè, toen ze hem zei dat hij een onechtelijke dochter had. Hé, hallo. Een buitenechtelijke dochter. En dan zei hij, hé, hallo. En dan, hé, hallo, op de klas komt stoog in oor. Maar dat was in het Vlaams, hè. Dat kon hij zo niet zeggen. Dat is gewoon een klucht geweest. Door de fout eigenlijk ook van Bart de Pauw, die politiek correct heeft willen reageren, die gezegd heeft, als ik mensen zou beledigd hebben, dan verontschuldig ik mij. Maar als ik me daar toch in verslik en door mijn gedrag een aantal mensen heb gekwetst of zo, dan wil ik daar mij ongelooflijk hard voor excuseren, want dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Natuurlijk, hij moet dat doen, hè. Woke. Ook de ene heeft schrik voor de andere en zo. Maar wel ja, had hij zich gelijk een man gedragen, hè, en gezegd, ze kunnen allemaal de pot op. Dan was er misschien niks gebeurd, natuurlijk. De VRT heeft hem op staande voet gebroodhoofd. Er is geen ander woord voor. Hij heeft nu een claim van miljoenen. Hij heeft een rechtszaak tegen de VRT van miljoenen. Hij zal die rechtszaak zeker winnen. De VRT had hem niet te ontslaan op zo'n futiele gegevens eigenlijk, dat iemand buiten de uren sms gestuurd
naar vrouwen die er dan op reageren. Hè? Ze hebben allemaal gereageerd, maar dat is een beetje het punt van Me Too. Het is wel zo dat de VRT heeft Bart de Pauw ontslagen vanwege het feit dat hij anciëniteit had en dat ze hem niet zomaar kon ontslagen. Hij ging een pre-verhoging krijgen en ze hebben hem dan kunnen ontslagen omdat hij iets grensoverschrijdends gedaan heeft. Ja, ja. Heb ik dat goed uitgelegd? Het kwam allemaal bijeen. Bart de Pauw maakte al een programma dat minder succes had. Zijn laatste programma. Ja, It's Showtime heette dat of zoiets. En ik heb dat niet gezien. En dat haalde toch niet meer het niveau van het geslacht de Pauw. En dan hebben ze maar een bij zijn geslacht gepakt. Hè. Bij zijn intieme partijen. Hè. Ze hebben gezegd, dat is hier het moment. Hè. Koek het roef, het zal koek een bak zijn, zeggen ze. Een burgerlijke zaak. Wel, hij wint dat met zijn vingers in de neus. Ten andere, hij had moeten in beroep gaan. Hij heeft het niet gedaan tegen de uitspraak. En die uitspraak werd gedaan door 3 vrouwelijke rechters. Hè. Dat waren nog geen mannen. Dus 3 vrouwelijke rechters die zeggen, ah ja, die 13 klaagsters, daar zijn er maar 5 voor. En 4, dat is omdat hem sms'jes stuurde. En de 5e, omdat hem op haar deur geklopt heeft. Laat me binnen. Ja, hij stuurde ook sms'en naar Lisa Naert. Oh, ja, ja, hij stuurde naar iedereen sms'en. Maar er is toch een knop om dat af te zetten. En als jij ziet, ja, in die reportage, antwoorden ze. Interpreteren vallen. Als jij met iemand niks te doen wilt hebben, dan antwoorden die manneke, ga ergens anders. Dat is hun baas. Ze kunnen ze niet zomaar een baas blokkeren. Bij die sms'en gedroeg hij zich niet als de baas, gedroeg hij zich als de man van Mella. Ja, maar hij heeft geen 2 nummers. Gezaagd aan de teksten die hij gaf dat hij een mens ziek was. Dat hij een mens over zijn toeren was. Dat hij naar affectie zocht. Dat hij eigenlijk zijn eigen in een kwetsbare positie stelde. Want ze hebben ook gezegd, hij hield het werk gescheiden. Hè. Op de set is er nooit iets gebeurd. Hè. Het was het 's nachts. En als die vrouwen dan niet duidelijk nee zeggen en ze gaan mee in zijn verhaal, want je moet een keer zien, in die uitzending laten ze dus zien wat dat uw reactie is. Maar op een bepaald moment laten ze alleen nog zijn sms'jes zien, maar niet wat dat zij daarop antwoorden. Maar ze hebben daarop geantwoord. Ja, dat zijn dat geen echte screenshots. Hè. Ze hebben dat getruckeerd. Ze hebben dat gemaakt. Gereconstrueerd. Dr. Joseph kwam ook in beeld. Wat heeft die daarmee te maken? Dat je nooit meer werk gaat kunnen krijgen hierdoor. En dat je vooral niet mee in de aandacht wilt komen. Het eeuwige cliché natuurlijk van de vrouw die niet meer te bieden heeft dan seks om ergens te geraken. Dat is niet waar. Chef Albers kwam in beeld. Ah, Chef Albers kwam in beeld. Ah ja, dat was ja, niet, die, dat die was niet dokter Joseph, die lijken op elkaar. Ik denk dat dat een dubbelganger van mij is. Ze hebben zij die een mens getoond. Die heeft hier niks te maken. Die heeft nooit persoonlijk contact gehad met Mieke Maaike. Nee. En met Bart de Pauw? Die heeft daarmee niks. Rien à foutre, zeggen ze in Frans. Heb je contact gehad met Bart de Pauw? Ik heb, toen dat gebeurd is, heb ik naar Koek het Roef gestuurd dat ik hem steun in zijn strijd. Zijn firma heeft geantwoord dat ze mij bedanken voor de steun. En daar is het bij gebleven. Ik vond dat schandalig dat iemand zo gepakt wordt op iets wat niks is. Hij heeft gevraagd, ik zou je willen poepen of ik zou je willen neuken. Ik ken de juiste woorden. Ik zou je willen neuken. Ik zou je willen neuken. Dus dat is een voorstel. Daarop kunnen ze antwoorden ja of nee. Of ga ergens anders zeveren. Het is ook voorwaardelijk. Het is onder voorwaarden. Ik zou je willen neuken. Ik zou je willen. Dat is geen misdrijf. Daar is geen enkel misdrijf gepleegd. Wat zij gezegd hebben, stalking, omdat er zoveel sms'jes waren. Er waren geweldig veel sms'jes. Ja, maar als ze het niet willen, dat ze hun telefoon afzetten, hè. Nee, kunnen niet doen het bij uw maar baas. Maar als ze blijven reageren, daar bestaat zoiets als het recht op deconnectie. Hè? Als zij niet willen aangesproken worden buiten de werkuren, dan kunnen zij een beroep doen op het recht op deconnectie. En dan kunnen zij naar de rechtbank stappen en dan kan hij veroordeeld worden. Dan kunnen ze zeggen, ja, maar je moet je personeel niet lastigvallen buiten de uren. Maar het is duidelijk, hij heeft
niks gedaan. Geen enkel handtastelijkheid tijdens de werkrelatie. Dat was gewoon in het privé, het 's nachts, dat die mens met zijn ziel onder zijn arm en met zijn broek vol goesting naar diverse vrouwen diverse sms'jes stuurde en zijn naging heeft niet gebraden, ofwel, dat zullen die dames niet zeggen, hè? Want Mieke Maaike, met haar op zijn jeugd. En want ze zegt, het was platonisch. Ik vond dat een proeven in hypocrisie van al deze zogezegde slachtoffers, die zo getraumatiseerd zijn. Wat is een canapeuze? Alsjeblieft, zeg, alsjeblieft. Het was flirterig. En dan? Waar staat er in de wet dat flirterig, dat een misdrijf is? En dat komt erin. Maar hij heeft fout gedaan om niet in beroep te gaan. Hè. Maar hij dacht zo toch nog aan de bak te komen. Hè. Maar hij zal eigenlijk wel aan de bak komen zijn door Fernand Huts. Fernand Huts die steunt hem. En dat is een miljardair. Van Bart de Pauw heeft het geslacht de Pauw gedaan. Of dat hij dat nog kan herhalen, zoiets goed, dat weet ik niet. Al zijn scharrels noemt hij een muis. Waarom is dat? Dat je die allemaal dezelfde naam geeft. Dat is normaal. Ik noemde ik alle meisjes Mieke. Muis of Mieke of Suske. Gaat jij daar een regisseur die overleden is? En die noemde iedereen Suske. Robbe de Hert. Robbe de Hert, die noemde ja. Iedereen Schatje. En wel ja, en hij noemt iedereen Schatte Muis. Hij. Dat is om zich niet te vergissen. Om zich niet te vergissen. Dat is het punt. In de toekomst voor de nieuwe Bart de Pauw. Hij zit nu nog in de schoolbanken, maar binnenkort begint hij aan zijn televisiecarrière. Hoe vermijdt hij dit gedoe? Als er nog zo'n persoon komt, hoe dat hij dit gedoe vermijdt? Ja. Door homoseksueel te worden. Dan laat hij de vrouwen gerust. En de mannen die zijn content, de andere homoseksuelen, dat ze aandacht van hem krijgen. En dan gaat er nooit een haan naar kraaien of een muis naar piepen. Ik denk dat we het allemaal gezegd hebben. Graag gedaan. Dank u wel. We'll be right back.